Good morning, good morning. Welkom bij een nieuwe vlog. Een nieuwe vlog waarin we het allemaal anders gaan doen. Ik weet niet precies wat we allemaal anders gaan doen. But positive mind, positive body, positive soul. Okay, G. Cut the crap. Met je zweep even gedoe. Daar heeft niemand tijd voor. Toch? Maar goed, ik heb vandaag nog geen frisdrank gedronken. Ik heb wel een bakje koffie op. Met een schepje suiker. Maar ik ga zo lekker een glas water nemen. Een glas water. En dan zie ik jullie denken. What's your problem, G? What's your problem? I don't know. Do you know? Because I don't know. En Kat, wat doe je? You're a piece of disrespect. You are a piece of disrespectful. Go away now. Maar ik weet niet wat vandaag de dag gaat brengen, wat we allemaal gaan doen. Ik denk dat we straks even een lekkere wandeling gaan maken. Voor nu ga ik heel even Prison Break en ik ben echt weer verslaafd. Ik heb alles al gezien hoor van Prison Break, maar dat is years ago. Years ago. Dus, soms heb ik die momenten en dan kijk ik alles opnieuw. Ik kijk ook bijvoorbeeld iedere avond dezelfde film. Een kerstfilm. Oh, ja. Ik zie jullie zo. Oh nee! Wacht, hold up. Fuck. Wat vonden jullie van mijn nieuwe intro? Clean and simple, right? Let me know. I'm ready. Let niet op de zooi die op het bed ligt. Oh, heavily overbelided door mijn lampen. Maar, ik ben een beetje van glowy. Ik wou zeggen natural, maar nee. Nothing natural about this. Maar, ik heb me een beetje opgemaakt. En klaargemaakt. Ik heb gewoon mijn zwarte joggers met mijn nieuwe Nike's. En een cool trui aan, waar nu alweer haar op zitten. My gosh. My gosh, hashtag. My gosh, hashtag the struggle. It's real. Dus eventjes de haren eraf. Want daar hebben we helemaal niks aan. Niemand tijd voor al die haren. Toch? Echt. Life with cats. Life with cats. Ik hou van ze, maar ik had ze liever naakt gehad. Ik had beter 6 van die Sphinx-katten kunnen hebben. Ik wilde trouwens nog iets zeggen, maar ik ben het alweer kwijt. Zie je, ik ben echt dementia. Echt dement. Ik moet naar mijn moeder toe, want ik liet jullie toch gisteren, volgens mij was het gisteren. Die wasmachine zien die kapot is. Ze heeft een nieuwe besteld. En die komt morgen binnen. Dus moet ik even helpen met het weghalen van die oude wasmachine. Die nemen ze dan morgen lekker mee. Maar ja, moet ik wel eerst uit de keuken gehaald worden. Dus dat. Ik heb trouwens weer mijn white socks. White socks in de shoes. Nou, ik vind het helemaal prima zo. Ik denk dat ik jullie zo in de auto zie. I think so. Oh, en deze keer doe ik wel oorbellen in. Ga ik niet weer vergeten. Als ik ze kan vinden. Luister dan wat er op de radio is. Mediterranean Sea. Was het maar zo'n feest dat we nu naar Ibiza. Naar Ibiza gingen. Echt. Oh. Is beter, je hebt niet. Luister, lieve Loites, luister. Ik heb gewoon nog steeds geen frisdrank gedronken. En normaal sta ik op met frisdrank. Neem ik een koffie. En neem ik frisdrank. En dan neem ik koffie. En neem ik beursinat. Maar nu niet. I'm drinking water. Where's my water? Can I wait in your water? Can I wait in your water? Yes. Dus ik hoop dat ik snel een kilootje of 7 kwijt ben. Ik ga ook wat regelmatiger proberen te eten. Ik ben echt van het overdag niet eten en dan 's avonds eten. Terwijl ik dan 's avonds niet extreem veel eet. Maar
die motor die komt niet op gang. Dus ja, alles blijft plakken. Kunnen jullie wel zien. Ja, maar daar wil ik vanaf. Ik wil gewoon van die af en mijn buik mag wat platten. Ik hoef niet dun te zijn. Dat wil ik helemaal niet. Ik ben ook zeker niet dik. Maar gewoon iets strakker in het pakje, in het velletje. Dat staat net wat leuker op het strand van de zomer. En ik heb me toch een partij leuke bikinis gezien online. Dus die moet wel passen. Het moet geen badpak worden. Daar heb ik geen zin in. Dus ja. Wij zijn onderweg naar mijn moeder. Het is weer van het gure weer. Nou, ik ben bij mijn moeder aangekomen. En ik ben weer inspiratieloos as fuck van wat ik vandaag weer moet gaan eten. Dus ga ik even via de reclamefolder app. Ga ik even bij de plus kijken. En naar aanleiding daarvan ga ik even bonus hoppen. En dan ga ik kijken wat ik ga eten. Of misschien staat er weer iets anders in. I don't know. Do you know? I don't know. Dus we gaan even kijken. Heb ik zin in sinaasappels? Nee. Heb ik zin in andijvie? Oh, misschien heb ik zin in andijvie. Maar ja, ik heb van de week ook al zuurkool gegeten. Wat zou het? Had ik een zak aardappelen. Kijk, ik wil nu niet overdreven gezond en shit gaan doen. Kijk, dat ik niet in mijn eentje een kilo hot wings moet eten. Oké. Dat moet niet. Of dat ik onbeperkt worstjes moet gaan eten. Nee. Maar een lekker bordje andijvie stamppot met een braadworst en jus. Dat gaat er wel in. Kijk, ik I cut back. Of hoe zeg je dat? I don't know. Ik drink geen frisdrank. Of ik probeer zo min mogelijk koolzuurhoudend frisdrank te drinken. En überhaupt frisdrank. Ik denk dat ik... Nou, ik drink graag taxi als sap of appelsap. Ik denk dat ik daar dan hooguit 2 glaasjes van per dag drink. En voor de rest gewoon water. En ik denk dat dan de water weight en alles er ook afgaat. Want hier zit ook vocht in. 100%. Nee, ik denk dat ik voor dat ga. Of heb ik zin in iets anders? I don't know. Ik vind het lastig. Ik wil ook niet. De laatste keer dat ik wilde afvallen, ging ik gelijk heel overdreven doen. Van kwark als ontbijt en dit en dat. Maar dat ging me zo tegenstaan na een paar dagen. Want hou je daar niet vol. En toen uiteindelijk, omdat het me zo tegenstond, kocht ik een zak chips. Trok ik hem open. At ik hem in 1 keer op. Dus. Dat moet ik niet gaan doen. Misschien moet ik niet meer iedere dag een chocomousje eten. Misschien om de dag. En gewoon wat meer ritme in mijn eetgedrag. Dat ik gewoon 's ochtends eet, 's middags en gewoon 's avonds. In plaats van dat ik alleen 's avonds eet, zoals ik net al zei. Nee, ik denk dat ik lekker voor... Nee, daar heb ik zin in. Snijbonen met aardappelpuree, lekker jus en een stukje vlees. Daar heb ik zin in. En appelmoes. Daar heb ik zin in. Willen jullie lachen? 3 keer raden waar ik zin in heb. Ik wil een patatje gyros. Ik wil 2 durum dunner. Ik wil een portie kipnuggets. Ik wil chicken wings. Ik wil een frikandel. I feel so sad. Dat heb ik altijd. Altijd als ik het voornemen heb van ik ga wat gezonder leven, krijg ik zin in de meest vette, lekkere dingen. Want sorry hoor. Een frietje met smaakt beter dan een aardappel met jus. Sorry, excuse me, por favor. Oh, wat een drama. Maar ja, that's a struggle. Ik wilde jullie het even laten weten. Heb medelijden met mij. En het kan ook zomaar zijn, want ik ben niemand iets verplicht. Dat ik gewoon zo een zak dip haal. Die bak. En helemaal opeet. You never know. With CJ en Kenji, you never know. Het kan zomaar zijn dat Kenji zometeen chocola haalt. En 2 repen opeet. You never know. You never know.
Nou, dat was leuk, hè? Even mee naar de winkel. Dat was leuk. I know, I know. Maar jullie hebben waarschijnlijk ook wel wat ongezonde dingetjes in het karretje zien gaan. Eén dagje nog. Eén dagje nog. Vanaf morgen gaan we ook vast buiten roken. We hope so. We hope so. Dus nog één dagje, little bitty, petit ongezond. Maar ik heb wel vast aardappelen gehaald. Dus morgen eten we dan aardappelpuree met snijboontjes en een worstje. Het worstje en de snijboontjes moet ik nog halen. En vandaag eten we een paar stukjes kip. Kenji een pizzaatje. En wat frietjes. Om het af te leren. Ik ga weer even Prison Break kijken. Want I'm an addict. Ik vind het echt te leuk. Ik heb dit vroeger al gekeken hoor. Heb ik volgens mij al verteld, maar ik vind het te leuk. Te fantastisch. Give me Michael Scofield. Give me Michael Scofield. Hij is een homo, dit is. Mijn lijf hem zinnen in een food is what? Oh, kijk, ik lach weer. Unhealthy shit. Lekker Vlaamse frietjes. Want mijn kippetjes zijn nog niet klaar. Zo lekker. En ik ga mezelf zeker af en toe gewoon verwennen hoor. Ik bedoel, als ik zin heb, dan heb ik zin. Het is very good. Zing maar mee. Food is life, dum tunen nunen, food is what? Life. En nu hebben we chicken wing, attack and baloney, chicken and macaroni, banana pony. Delicioso. Delicioso. Even proeven of ze echt zo delicioso zijn, jongens. Wat zullen jullie denken? Oh. Heet. Zal ik een keer een mukbang doen op mijn kanaal? Vinden jullie dat ik dat moet doen? Laat me hier beneden weten of jullie dat willen zien. Because I love food. And food loves me. Lieve Leute, ik weet niet of jullie mij zien, waarschijnlijk niet. Maar we liggen met een zonnebank in de auto. Ik zag op Marktplaats voor 20 euro een zonnehemel voor boven je bed. En oh mijn god, we hebben gezorgd dat die paste. Maar ik zit nou helemaal in de kreukels. Kevin zit in de kreukels. Kenji zit in de kreukels. Het is vreselijk. Ik zie jullie zo thuis. Misschien doet hij het niet. We gaan het zien. 20 euro. Lieve schatjes, willen jullie het zien? Ik heb een zonnebank! Dus Kevin en ik gaan zo even lekker zonnebanken. Look at the make-up. Look at the make-up. Oh my god, ik ben gek. Daar komen jullie nog wel achter. Ik spoor niet, ik doe impulsieve dingen. Maar kijk zo wit mijn tanden lijken. Ik denk dat ik een beetje spul. Ik zie het op mijn tanden smeer. Dan ga ik er zo onder. Bye. Nou lieve schatjes, Kevin is net onder de zonnebank geweest. En hij is echt wel een beetje verkleurd. Ik ga er nu onder. Ik heb Kevin net thuis afgezet. Maar waar ik dus achter kom. Deze zonnebank was maar 20 euro. En hij is echt wel cutie patoots. Maar de gasveren zijn op. En de gasveren kosten 49 euro per gasveer. Nou, dan moet ik voor een gasveer. Een gasveer, dat is dit. Ja. Dat zorgt ervoor, kijk, dat de zonnebank omhoog blijft. Maar die zijn op. Dus hij gaat niet naar beneden. Dus ik heb nu even een doos hier neergezet. Ik denk dat ik gewoon een houtje of zo uit ga zagen of wat dan ook. Als steuntje. En dan mocht ik uiteindelijk merken van oké, ik word echt bruin door deze zonnebank. Ja, kijk, dan wil ik best 49 euro per gasveer uitgeven. Maar als die niet werkt, dan gaat het gewoon precies weer op Marktplaats. Precies weg. En dan wacht ik wel totdat de zonnebank open gaat. Maar ik vond het de ideale oplossing. Want ja, ik ga toch niet 100 euro betalen aan gasveren. Voor een bank waar ik niet bruin van word. En die maar 20 euro kosten. Dus we gaan het zien. Ik ga even mijn make-up eraf halen. En dan ga ik liggen. Nou, ik weet niet of jullie mij goed kunnen zien. Maar ik lig lekker onder de zonnebank. Het is heerlijk.
Dit is echt, kijk zo wit mijn tanden lijken. Het is echt lekker. Ik ga even genieten. 25 minuten en dan zie ik jullie. Kakjes. Nou lieve schatjes, ik heb heerlijk gezonde band. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het is net alsof ik in de zon heb gelegen. Hij is niet zo sterk als Lacoste of zo, maar hij werkt wel. Kijk, hij werkt wel. Ik vind het geweldig. Fantastisch. Lieve schatjes, ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet om te abonneren, een blauw duimpje omhoog achter te laten. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe vlog. Zien jullie dat? Ik ben echt wel een beetje bruin geworden. Ja, niet in het licht. Jullie weten hoe spierwit mijn gezicht was.